Ik ben in de ban van de toekomst en ik denk eigenlijk heel veel mensen met mij en al eeuwenlang. En ik wil jullie eigenlijk eerst een vraag stellen. Namelijk, wie heeft er vanochtend zo zijn make-up opgedaan, misschien geschoren? Wie heeft dat gedaan? U heeft zo'n machine thuis die dat voor u doet? Gewoon met de hand, denk ik, hè? Wie heeft dit weekend nog een lekker spelletje onder water croquet gedaan? Nee, ook niet, hè? Ja, helaas. En wie is er vandaag met zijn eenpersoons vliegtuig in toegekomen? Ook al niemand. Nee, het is denk ik toch maar gewoon de auto of de trein of de fiets geweest. En dat terwijl die verwachtingen uit het verleden zo mooi waren. Ze dachten nou in 2000 of 2017, dan moet dit toch allemaal wel bereikt zijn, dachten ze een eeuw geleden. Dus ik weet soms niet of ze nou teleurgesteld zouden zijn als ze hier vanavond zouden zitten. Of dat ze zouden denken, wauw, er hangt hier een enorm scherm achter haar. En er komen allemaal kleuren en figuren uit. En dat is mijn interesse, want ik ben historica. En dan zou je denken, wat doe je in godsnaam met de toekomst? Is als ik teruglees in die geschiedenis, dan denk ik, oh, ik weet hoe het nu is anno 2017. En jullie ook allemaal, gefeliciteerd. En die mensen in 1900 dachten, hoe zou het toch zijn in 2017? Constatering, hè, we houden ons bezig met de toekomst. Dat doet ook het nieuwe kabinet, hè, vertrouwen in de toekomst. Dit is nee, oké. Nou, fijn dat ze vertrouwen hebben, ik weet niet of ze de plannen al helemaal uitgedokterd hebben. Maar vertrouwen hebben ze in ieder geval wel. En het past wel bij politici, hè, dus heel vaak op verkiezingsposters, dan wordt er ook over die toekomst gesproken. En zijn er ook nog 4 mensen in Nederland die zich futuroloog durven noemen. Het staat op LinkedIn, ik heb eens even gekeken, er zijn 4 mensen die futuroloog in hun titel hebben. Dus het zijn mensen die beroepsmatig met de geschiedenis bezig zijn. Persoonlijk zou ik zeggen, ga naar een historisch futuroloog, zoals ik. Want ik heb het altijd bij het juiste einde, want ik kijk alleen naar wat in het verleden over de toekomst beweerd is. Terwijl deze mensen beweren iets over die toekomst te kunnen zeggen. Maar het is wel zo dat de studie van de toekomst eigenlijk de afgelopen jaren, vanaf de jaren 50, een soort verwetenschappelijke studie geworden is. Dus er zijn wel manieren waarmee je naar die toekomst kan kijken, misschien met statistieken enzovoort, daar iets over kan zeggen. Een ander feit. Is dat wij onze toekomst kunnen voorstellen. En ik ben ook wetenschapsjournalist, dus we moeten natuurlijk een plaatje van mijn brein bij. Ik ga hier niet een uur op in hoor. Maar wij zijn als mensen in staat om onze toekomst voor te kunnen stellen. Dus je legt mensen in de MRI-scanner en dan vraag je zowel naar denkens aan gebeurtenissen uit het verleden. En stel je eens voor dat je volgende week naar een winkel gaat en daar wat koopt of naar een verjaardagsfeestje of iets in de toekomst gaat doen. En dan zie je dat ongeveer dezelfde hersengebieden actief worden als ze aan het verleden denken of aan de toekomst. En daar is nog heel veel onduidelijk over hoor, wat nou precies waarmee werkt. Maar ook mensen die een afwijking hebben in hun geheugen, die kunnen daardoor vaak ook minder makkelijk de toekomst zich voorstellen. En zo ook minder goed bepalen, ja wat moet ik eigenlijk gaan doen als ik boodschappen ga doen. Dus wij kunnen dat met ons brein. Dat kon ik dus ook als kind, en dat konden jullie ook als kind, vanaf een jaar 3, 4, 5, hangt af per kind, kan je een beetje over die toekomst gaan nadenken. Dit is een best wel gênant moment nu voor mij, want ik ga iets uit mijn dagboek laten zien. Dus ik hoop op een beetje support. Namelijk, wat jullie denk ik ook wel afgevraagd hebben, wat ga je later worden? Wie heeft zich dat wel eens afgevraagd als kind, van wat wil ik later worden? Iedereen, toch? Nou, dankjewel. Ik ook. Hier komt ie. Ik vind het best wel erg. Dit wil ik laten worden. Dit heb ik in mijn dagboek geschreven. Groep 4. Moeder van 2 of 3 kinderen met een lieve man en een mooi huis. Nou, geen kinderen, wel een hele leuke man. Psycholoog, en daar staat er bijna zeker achter. Nou, dat is echt helemaal niet gebeurd. Binnenhuisarchitect, misschien. Oma van een heleboel lieve kleinkinderen. Nou, dat is ook nog absoluut niet gelukt. Popster, zangeres of bij een groep, een droom die hopelijk uitkomt. Nou, vergeef me deze ontboezeming, maar dat hebben jullie natuurlijk ook allemaal ooit bedacht. Later wilde ik ook nog klinieklaar worden en Ban Ki-moon, eigenlijk gewoon de voorzitter van de Verenigde Naties, ook niet gelukt. Andere dingen die ik heb gedaan toen ik jong was, is een voorstelling doen van de toekomst. En dat hebben jullie misschien ook ooit in de opstel moeten doen. Toen ik 8 was, schreef ik een verhaaltje. En dan zeg ik, we zitten nu in het jaar 1999. Dat
dat schreef ik in 1996, dus maar 3 jaar later. Alles is een heleboel veranderd, vergeef me mijn taal. Er zijn nu ramen die automatisch opengaan en make-up doosjes die jou opmaken. Volgens mij heeft de juf daar een been neergezet, maar dat hoort niet. Zonder dat je iets doet, maar nu komt de grote spetter. Er is een auto gemaakt die zonder dat je iets doet rijdt. Nou, we gaan verder in het verhaal. De auto begon te rijden, maar nu moet je weten dat je in de auto kon lopen. Ik had in 1999 staan, toen kon je staan in de auto en lopen. Mijn vader vond het maar gek dat hij niet hoefde te sturen of op te letten. Zelf vond ik het leukste dat je onder het rijden kon gaan staan en lopen. Wie heeft ook ooit zo'n verhaaltje geschreven? Met zo'n, oh ja? Wat heeft u voorspeld? Konden vliegen. Vind ik een hele mooie voorspelling. Daar kom ik straks ook nog op terug. Dat is ook een veel terugkerende droom van mensen. Dus wij hebben gewoon, jullie allemaal, hartstikke knap, het vermogen om je die toekomst voor te kunnen stellen. Of dat nou is wat je volgende week gaat doen, of wat je later wil worden, of hoe zou het misschien in het jaar 2100 allemaal uitzien. Er is ook een hele leuke vraag naar, ik kom straks echt bij de geschiedenis, kunnen dieren dat nou ook? En dan bedoel ik niet Paul de Octopus, die tijdens het WK het juiste bakje moest openen om daar dan te gaan eten. En dan daarmee ging hij voorspellen wie dan de WK-finale ging winnen. Heeft hij goed gedaan. Hij heeft ook wel een foutje gemaakt, maar ik geloof 10 wedstrijden had hij goed voorspeld. Maar dan bedoel ik de struikgaai. Dit is een vogel, ik weet echt niks van vogels, maar die rekening houdt met de toekomst, met het aantal, nou, met de hoeveelheid voeding die hij verzamelt, waar hij gaat kijken, wat hij verzamelt enzovoort. Dus zo zou je kunnen zeggen, heeft hij een bepaalde manier van anticiperen op de toekomst. Helemaal zeker zullen we het natuurlijk allemaal nooit weten. Wat wel zo is, is dat wij mensen, we kunnen dat, we proberen het ook al heel lang, al eeuwenlang proberen we de toekomst te voorspellen. En daar is deze manier natuurlijk een heel bekend voorbeeld van. Oh ja. Nostradamus heeft van het jaartal 1555 tot het jaartal 3797 voorspellingen gedaan. En waarschijnlijk zo rond de jaarwisseling 2018 dan zijn er ook wel weer een aantal voorspellingen die weer naar boven komen over 2018. En ook aanhangers die zeggen van ja, maar hij zat de daad toch goed. Hij had het daar goed en hij heeft daar Hitler voorspeld en hij heeft daar dit voorspeld. Dat is eigenlijk wat we al heel lang hebben, hè? Profetieën. En ook al heel erg lang populair astrologie. Hier een dame van Astrologie TV. En als je dat wel eens kijkt, dat zou ik je niet aanraden, maar dan kan je toch erg leuke voorspellingen zien. Of het nou helemaal goed is, dat weet ik ook niet. Speciaal voor vanavond heb ik ook even mijn eigen maandhoroscoop opgezocht. De eerste hit op Google, ik verzin het niet, ik heb het niet zelf geschreven, was dit. Dus pas op, kansen in de liefde doen zich vooral voor in grote gezelschappen, groepen of andere bijeenkomsten waar mensen met dezelfde interesses en doelen, ik weet niet met welk doel hier zit, zich bevinden. En helemaal onderaan de horoscoop voor deze maand stond ook nog advies. Het is tijd een goede indruk van jezelf achter te laten en te werken aan je populariteit. Dus ik hoop dat dit verhaal goed valt. Naast astrologie, profetieën, hebben we ook nog heel lang einde der tijden voorspellingen gehad. En dan bedoel ik echt meer de religieuze einde der tijden voorspellingen. Ik bedoel ook weer gefeliciteerd dat jullie hier zitten. Want er zijn heel veel mensen geweest in het verleden die voorspeld hebben dat jullie al lang niet meer zouden bestaan. Dat de aarde opgehouden zou zijn. Ja, de bekendste is natuurlijk de Maya-kalender 2012. Hebben we gehaald. Laatst ook al gezegd, er is een rekenfoutje gemaakt. Het moet 2022 zijn. Dus een beetje billen knijpen, dat doen we nog steeds. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de ouderwetse manieren van toekomst voorspellen. Zo zou ik ze even noemen. Mijn punt vanavond is dat voorstellingen maken van hoe de toekomst eruit gaat zien. En dan echt voorspellingen van hoe de hele maatschappij er in de komende 50 of 100 of 200 jaar uitziet, dat echt wezenlijk nieuw is. Dus dat gebeurde eigenlijk niet tot aan ongeveer de 18e eeuw. Dat is echt iets wat wij pas sinds 2 eeuwen fanatiek doen en ons daar actief voorstellingen van gaan maken. Dus dat is al iets wat jullie hopelijk geleerd hebben nu. Dan zul je misschien zeggen, ja, maar je had toch ook utopieën al? Hè? Thomas More, in de 16e, 17e, 18e eeuw had je best wel wat utopieën.
daar bedoel ik eigenlijk toch wat anders mee. Hè? Dus een utopie is toch ook vooral een nergensland, een fictieve plek. En daar kan van alles gebeuren, dat kan je helemaal beschrijven, dat kan een hele samenleving zijn. Maar het is niet zo dat je zegt, nou, ik stel me nu Nederland voor in het jaar 2100. Of ik stel me Londen voor in het jaar 2650. En dit is een fictieve plek. Ook wel bijzonder dat in deze periode, in de 17e eeuw, dat dat populair wordt, grijpt ook terug op Plato, die ooit al over de ideale staat nadacht. En bij de Renaissance werd er weer teruggegrepen van, goh, hoe zou het eigenlijk zitten, zo'n ideale staat. Dus die utopieën die komen wel in die periode op. In Nederland hebben wij echt geen utopische traditie. Misschien een beetje gebrek aan fantasie bij de Nederlanders. Maar er zijn bijna geen utopische werkjes geschreven. Wel dit werk, de Zuidland. Eigenlijk kan je niet echt spreken van een utopische traditie. Wanneer zijn die echte toekomstvoorspellingen dan wel opgekomen? Dat is eigenlijk vanaf de 18e eeuw. Dan bedoel ik dus een boek, hè, later worden het ook films en tekeningen enzovoort. Maar gewoon een toekomstvoorspelling, een toekomstbeeld waarin de hele samenleving uitgewerkt wordt voor een fictief jaartal. Wat erg leuk is aan die voorspellingen, is dat die soms als ze geschreven werden, ook al een paar jaar daarna van een update voorzien werden. We hebben hier een quote van een van die Nederlandstalige schrijvers van zo'n toekomstvoorspelling. En die had in 1865 had die het boek geschreven, anno 2065. En omdat er in die vijf jaar daarna zoveel gebeurde, dacht hij, oh, ik moet toch een beetje updaten, want het zijn allemaal nieuwe technieken. Dus laat ik het boek anno 2070 noemen. En al een paar van die ontwikkelingen die ik al gezien heb afgelopen jaren, daar toch stiekem in fietsen. Waarom zeg ik dit? Omdat hier heel mooi uit blijkt dat de mensen vanaf de 18e eeuw, 19e eeuw, het gevoel hadden, we zitten in een tijd met allemaal nieuwe ontwikkelingen. Politiek systeem verandert, Franse revolutie. En juist in zo'n tijd waarin het, ja, het gevoel is van er verandert van alles, krijg je natuurlijk ook dat mensen denken, hé, die toekomst die lonkt. En wat gaat er gebeuren? En wat voor veranderingen staan op het spel? Ook, je kan je voorstellen bij zoiets als een industriële revolutie. Dat mensen denken, wauw, alles wordt anders. Dus dat zie je eigenlijk pas vanaf de Franse revolutie. Het is eigenlijk een heel modern ding om de toekomst te gaan voorspellen. Nou, ik kan me voorstellen, voordat ik kom bij die voorspellingen, is dat jullie een handleiding willen hebben. Hoe moet je nou tijd reizen? We hebben al heel even een verwijzing gehad naar een tijdmachine. Want hoe kom je er nou in godsnaam achter hoe die toekomst eruit ziet? Het leuke is, als je in die oude boeken duikt, dan is het dat heel veel schrijvers allerlei grappige oplossingen verzonnen hebben voor het feit dat ze ineens 100 of 500, en sommigen hebben echt lef, die gaan gerust 3000 of 11.000 jaar verder. Hoe kom je daar nou terecht? 1 is makkelijkst, val in slaap en droom. Dat is een hele makkelijke oplossing om ineens in de toekomst terecht te komen. Dat zie je in een groot aantal van de eerste toekomstromans eigenlijk die verschijnen in de 18e en begin 19e eeuw. Je kan ook in slaap vallen, veel later wakker worden. En ineens heb je een gids uit de toekomst. Mochten jullie het leuk vinden, je gaat naar de toekomst en denkt, ik ga gewoon even een beetje rondlopen. Dat kan niet, want er is altijd een of andere gids bij je en dan ga je mee praten. Ik kan ook vertellen dat heel veel van die boeken zijn best wel saai. Want er gebeurt niet zo heel veel. Het is eigenlijk gewoon een manier om aan die onwetende persoon uit het verleden duidelijk te maken. Hoe werkt dat hier eigenlijk in het jaar 2100 of in het jaar 2000? Dus je hebt altijd zo'n irritante vrouw of man naast je lopen. Soms een fijne gesprekspartner die dan gaat uitleggen van, nou, dat doen we hier zo, dat doen we hier zo enzovoort. Dus er gebeurt eigenlijk vaak helemaal niet zo heel veel spannends in die boeken. Dus wees blij dat ik de samenvatting geef, nu hoef je niet aan te lezen. Krijg bezoek van iemand uit de toekomst, dat is ook een optie. Vries jezelf in en word heel veel tijd laten wakker. Het is wel een beetje een obscure, die ben ik ook maar één keer tegengekomen. En ook heel handig, vind een geschiedenisboek uit de toekomst. De kans ook niet zo groot dat dat gebeurt. En tot slot dan, bouw, vind of steel een tijdmachine. Daar wil ik heel even kort bij stilstaan. Want professor Barrabas had er dan misschien wel één. Maar A.G. Wells is wel echt de persoon waar we aan denken bij de tijdmachine. Die heeft dat populair gemaakt. Dus je had al een tijdje van die toekomstvoorspellingen. Maar hij
vindt dan eigenlijk de tijdmachine uit in 1895. En hier zie je een aantal verbeeldingen daarvan in populaire cultuur later. Rechts is zelfs een film uit 1960, waarbij ze dachten, nou zo ziet hij eruit. Het schijnt ook een fietsfanaticus geweest te zijn, A.G. Wells. Dus in zijn beschrijving van de tijdmachine denk je, dat is eigenlijk een soort veredelde fiets die hij hier verzonnen heeft. Ik maak een kleine sprong van die tijdmachine naar een andere hele bekende tijdmachine. En straks keren we weer terug in de geschiedenis. Ik hou jullie een beetje bij de les, hè? Dus we maken heel veel sprong in de tijd. Back to the Future. Hè? Dus de oertijdmachine van Wells zat ook natuurlijk in Back to the Future. Wie heeft hem gezien? Nou, een flink aantal mensen. Gaat zeker nog een keer kijken naar deze avond. En die tijdmachine die past zich daar ook aan. Dus in 1985 is het gewoon een auto. In 2015, ja, dan vliegt hij natuurlijk. Dus zo is de tijdmachine ook onderwerp van de tijd. En dit vind ik eigenlijk het mooiste uit die tijdmachine. Dat je dan kan intoetsen en hoe fantastisch zou het zijn. He, de destination time, the present time en the last time departed. En ze gaan natuurlijk in Back to Future 1 en uiteindelijk 2 terug in de tijd en naar 2015. En het werd al heel even gezegd van, zou je dan naar de toekomst willen gaan of naar het verleden? Dat wil ik eigenlijk ook even aan jullie vragen. Dus stel nou dat ik een tijdmachine zou hebben, wie zou zeggen, ik ga naar het verleden? 12 mensen, denk ik. 15. En de rest zegt allemaal, yes, ik wil naar de toekomst. En hoe ver dan? Hoe ver zou je naar de toekomst willen? 1000 jaar. Ja? Wie zegt nou iets minder? Nou, iets minder, over 1000 jaar is er niks meer. Over 1000 jaar is er niks meer. We hebben hier een eindelijk tijdenvoorspeller. Nou, dus ja, u weet het straks. En u weet het niet misschien als het langer is dan zoveel jaar. Dus, ja. Maar dat kan natuurlijk in die tijdmachine van Back to the Future. En het mooie daarvan is dat hij, voordat hij erin stapt, hè, onze eigenlijk moderne variant van professor Barrabas, dat hij zegt, ik neem er even katoenen ondergoed mee, want ik ben een beetje allergisch voor synthetisch ondergoed. Stel je ervoor dat ze in de toekomst alleen maar synthetisch ondergoed hebben. Dus zo zie je maar dat beetje angst voor de toekomst zit er wel in. Waarom ik Back to the Future hier ook bij haal, is omdat daar de grootvaderparadox in zit. Dus zodra H.G. Wells in 1895 met die tijdmachine aan komt zetten, zorgt dat in die tijd daarna, in die toekomstromans, ook wel voor een probleem. Want als je een tijdmachine hebt, je kan lekker naar de toekomst, je kan terug. Dan zou je, als je teruggaat, zou je natuurlijk per ongeluk je grootvader kunnen vermoorden of met een weet ik veel welk mobiel aan kunnen rijden, waardoor die niet meer leeft. En dan, wat gebeurt er dan met jou? Besta jij dan nog? Dus dat tijdreizen is niet geheel zonder risico. En dat gaat ook bijna mis in Back to the Future. Want dit zijn de ouders van Marty. En ja, zijn moeder wordt per ongeluk een beetje verliefd op hem. Dat is niet handig, want zijn moeder moest natuurlijk op zijn vader verliefd worden. Want anders wordt hij natuurlijk nooit geboren. Dus dat is ter afsluiting van die handleiding tijdreizen. Je hebt een aantal manieren waarop je dus kan tijdreizen in die literatuur. Waarbij de tijdmachine wel de meest spectaculaire vorm is, vind ik. Op het invriezen na. Maar ja, dan moet je wel weten dat ze die techniek hebben in de toekomst om jou weer uit die vriezer te kunnen halen. Maar dit zijn eigenlijk de vormen van tijdreizen die je tegenkomt in al die toekomstliteratuur en films. Maar die schrijvers hebben ook een probleem. Want die gaan actief aan de slag, die gaan die toekomst beschrijven. En ja, sommigen zijn echt serieuze schrijvers. Je hebt ook een hoogleraar erbij zitten, een Nederlandse hoogleraar die dat gaat schrijven. Het is natuurlijk, ja, het is wel je bezighouden met speculatie. En als serieuze hoogleraar moet je dat nou wel doen. Dus de schrijvers die ik bestudeerd heb, die hebben allerlei maniertjes om het toch geloofwaardig te maken. Of om zich enorm in te dekken. Dus bijvoorbeeld dat ze helemaal vol plakken met voetnoten. Dus ja, de reden waarom ik denk dat dit gaat gebeuren in 2050 is omdat we eigenlijk in 1864 al deze ontwikkeling zien. En dan kan je je voorstellen dat dat in 2050 ook zo is. Dus allemaal voetnoten. Of je kan zeggen, nou, verbind er allerlei voorwaarden aan. Dus ja, ik denk wel dat die revolutie gaat plaatsvinden, maar dan moet je natuurlijk wel eerst heel erg ontevreden boeren hebben en arbeiders. En dan is het mogelijk het geval
geval dat er een revolutie gaat uitbreken. Mocht je dan ongelijk hebben 50 jaar later, kan je altijd zeggen, ja, maar die voorwaarden waren ook niet allemaal goed. Je kan ook, als je denkt, ik wil iets over 100 jaar later, of u misschien over 1000 jaar later wil schrijven, ja, om nou 1000 jaar al die ontwikkelingen te beschrijven, dat is wel, vergt heel veel denkkracht. Dus je kan ook een beetje, dat zie je in heel veel van die literatuur, dat ze gewoon alles een beetje overslaan en dan is er zo, nou, tada, we zijn bij het gewenste jaartal. En nou ja, hoe we daar precies gekomen zijn, maak ze een beetje met een jantje van leiden vanaf. Want uiteindelijk, en daar kom ik zo op, willen ze natuurlijk een punt maken over hun eigen tijd, terwijl ze in het jaar 2100 zitten. Dan heb je geen zin om die 1000 jaar te beschrijven. Je kan jezelf eens indekken, hè, van, ja, het was ook maar gedachte, dat heeft die hoogleraar dus gedaan, van nou, ik probeer gewoon mijn brein te kraken over hoe zou de komende 100 jaar eruit zien. En doe het anoniem. En dat werd vooral eigenlijk zo in de 18e en de 19e eeuw gedaan, omdat er ook natuurlijk maatschappijkritiek in verscholen zit. En dan is het ook wel slim als je dat misschien niet met je volle naam en toenaam publiceert. Al is het natuurlijk al heel veilig door er een toekomstdroom van te maken. Want dan kan je ook altijd zeggen, ja, maar ik heb geen kritiek op het heden. Ik stel gewoon een andere toekomst voor. Dan is het toevallig allemaal een stukje beter dan hier. Nou, beginnen we nu echt met die opkomst van de toekomst, zoals ik het wil noemen. En de allereerste toekomstbeelden van Nederlandse bodem. Want het is wel zo leuk, we hebben het altijd over de Amerikaanse voorbeelden en de Franse enzovoort. Om ook te kijken wat er in Nederland gebeurd is. Maar daarvoor moeten we wel echt eerst kijken naar de belangrijkste eerste toekomstdroom. Compleet uitgewerkt hoe het eruit ziet in het jaar 2440. Waarom? Dat is een beetje een raar jaartal. Ik hou jullie in spanning. Het komt omdat de schrijver geboren was in 1740 en als 700-jarige naar het Parijs gaat waar hij op dat moment woont. Hij is in slaap gevallen en dan 700 jaar later wordt hij wakker en dan vindt hij daar een gids natuurlijk. Iemand die hem gaat uitleggen hoe dat eigenlijk werkt in Parijs anno 2440. En het leuke van die allereerste voorspellingen is, verwacht geen science fiction, hè, geen hippe technische vooruitgang die er besproken wordt. Het is echt eigenlijk een soort politiek zedelijke schets van de samenleving. Dus het wordt eigenlijk, gaat heel goed in Parijs. En best wel veel gelijkheid en allemaal andere dingen die Mercier belangrijk vindt en die niet helemaal het geval nog zijn natuurlijk in 1740. Ook veel te veel invloed van de kerk was er, dus... Fijne scheiding van kerk en staat, gelijkheid, eigenlijk al een beetje die beetje pre-Franse revolutiewaarden, die zijn hartstikke mooi waar geworden in 2440. Dit boek wordt echt een hit, wordt een bestseller, voor zover je dat kan zeggen in die tijd natuurlijk. En zelfs Thomas Jefferson en Washington, die hadden dit boekje op een nachtkastje liggen. En heeft een heleboel andere schrijvers dus geïnspireerd. Dus hier laten we het echt beginnen. En dan hadden we ook een Hollandse navolger. Betje Wolf, denk ik, misschien wel een beetje bekend hier, hè? Betje Wolf, het is anoniem geschreven, maar hoogstwaarschijnlijk heeft Betje Wolf dit geschreven. En nou, zij heeft Holland in het jaar 2440. Niet zo heel origineel van Betje, om dan precies hetzelfde jaartal te doen. Ze had ook het werkje vertaald. En vandaar dat ze ook zegt, nou, waarschijnlijk heeft zij het geschreven. En eigenlijk... kopieert ze een beetje die idee van Mercier. Het is ook een beetje die verlichtingsidealen. En die past ze dan toe op Holland. Dus dat gaat er allemaal goed aan toe. Overigens heeft ze dus ook nog uitspraken over de mode van in het jaar 2440. En dan zegt ze, we zien er allemaal uit als Batavieren. Dat zei ze, dat is leuk voor in het jaar 2440. Heel klein werkje maar. En omdat dat niet zo heel origineel is en een beetje lijkt op dat andere werk, wordt ook wel dit werk als eerste Nederlandse uchronie, kan je het noemen. In plaats van de utopie is het een uchronie, eigenlijk een verhaal wat zich in een ander tijdstip, afspeelt. En dit is Arend Fokke Simonszoon. Dus ook degene die het had over die ballonvluchten in het jaar 3000. En... hij was een boekhandelaar. Nou, dat is, merk je ook wel in het boek. Want hij heeft het de hele tijd over het belang van boeken.
En dat gaat allemaal heel goed in de toekomst. Dus weer zo'n hele positieve toekomstdroom. En hij zegt, iedereen leest boeken en we gaan natuurlijk eerst wat door een dal. Maar uiteindelijk komen we bij een kennishonger uit. En wat we dan ook gaan afschaffen, zegt hij, zijn recensenten. Had hij denk ik een persoonlijk probleempje mee. Want, zei hij, we moeten zelf kritisch kunnen nadenken. En daar hebben we dus geen recensenten voor nodig. Je gaat zelf dat boek maar lezen en dan je mening vormen. Zitten er recensenten in de zaal? Nee, oké, gelukkig. Want jullie zijn er niet meer in het jaar 3000. En het leuke is dat hij dit bij Felix Meritus in Amsterdam voorgedragen heeft. Dus het is echt best wel een flinke voorspelling. Maar hij heeft daar in een van de zalen heeft hij dat verhaal voorgedragen. Net zoals jullie hier eigenlijk vanavond aanwezig zijn. En daar heeft hij eigenlijk de eerste Nederlandse uchronie voorgedragen. Daar gaf hij natuurlijk indirect ook weer kritiek op zijn eigen tijd. En heeft hij daarna nog een nawoord geschreven. Van ja, we alles, hè, wat je ook soms bij een film hebt van elke overeenkomst met het hele, dat is berust op toeval. Dat heeft hij ook gedaan in zijn nawoord. Zo van, nou, misschien was ik ook wat kritisch. Maar dat bedoelde ik niet zo. Het is een oefening en het is ook een beetje amusementswaarde heeft het. Dus dat is, hiermee heb ik jullie geïntroduceerd in het begin, de geboorte van de uitgebreide toekomstvoorstelling. De eerste toekomstromans. En dan komen, dat zal jullie denk ik niet verbazen, de socialisten ermee in aanraking. Want als er nou één groep is die zo mid, eind 19e eeuw daar natuurlijk wel iets mee kan, dan zijn het de socialisten. Hè? Want, en ook later de communisten, of eigenlijk tegelijkertijd de utopisten, socialisten, communisten, die hebben het natuurlijk continu over, er is van alles mis met de samenleving en er moet een revolutie komen. En dan zijn we bevrijd. Dit was socialisme in 30 seconden. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt bij die toekomstroman. En zij gebruiken het ook echt als een blauwdruk. Dus je kan gewoon in het boekje lezen, die ontwikkeling zit er heel vaak in. Dus niet van, oh ja, we zitten in het jaar 2000 en ineens zijn we 1000 jaar verder. Het is vaak ook maar een aantal jaren, hè, want ze verwachten dat de revolutie best wel snel komt. Ze beschrijven dus ook de komst van de revolutie. En wat heel spannend is natuurlijk voor die socialisten, want velen hebben wel het idee van, nou, het gaat wel echt gebeuren, die revolutie. Maar wat daarna? Hoe gaat het uitpakken? En hoe gaat de burgermaatschappij reageren? En wat komt eruit? Ook hiervoor, helaas, of nou ja, eigenlijk ook wel logisch, dat hebben de Nederlanders niet zelf bedacht. Want er is één belangrijk boek, net zoals Mercier, het Franse begin was eigenlijk van die positieve toekomstromans, had je Edward Bellamy. En die heeft het boek Looking Backward geschreven. Ook een bestseller geworden. En dat heet Looking Backward 2018-87. Dit is niet meer van ook van de slaap en ik word wakker. Dus een beetje die wensdroom. Maar er is een geschrift uit het jaar 2000. En in het geschrift gaat de schrijver gaat terugkijken. Och, wat was het wat voor eeuw, hè? Wat is er allemaal gebeurd? Dat is vertaald in Nederlands door Frank van der Goes. Socialist, en dat werd dus een bestseller. En dat is niet alleen in Nederland zo geweest, maar ook in andere landen. Het is trouwens een werk uit de VS. En er kwam enorm veel kritieken ook op, maar ook heel veel naapers. Dus gewoon in elk land heb je een soort eigen vorm van dat looking backward. En zo ook in Nederland. Bekendere schrijvers uit die tijd, die lofzangen op de revolutie schrijven, zijn Herman Gorter en Henriette Roland Holst. Menige straatnaam is ernaar vernoemd. En het leuke vind ik aan Henriette Roland Holst is dat zij een herdenking beschrijft. Dus ook een beetje wat Bellamy deed. Waarin zij in een toekomende tijd schrijft. Laten we eens even terugkijken op die prachtige eeuw van dat socialisme. Waarin wij gezegevierd hebben. Wat er allemaal uitgekomen is. En het mooie daarvan is dat de vrouw ook een hele interessante rol heeft in haar werk. Namelijk, zij schrijft van alles over de positie van die vrouw in die revolutie. Dat gaat ze allemaal over fantaseren van wat zou het zijn. En de vrouw die vecht mee aan de zijde van de man in de komende socialistische revolutie. Dus dat speelt een hele belangrijke rol. Maar een andere socialistische schrijver uit die tijd zegt,
Nou, dat duurt nog wel even, want zij plaatsen het allemaal heel erg dicht in de buurt. Maar voor de vrouwen hier in de zaal, die echte emancipatie, daar moeten we nog een paar eeuwen op wachten. Want in een ander geschrift van Perio, dat is een pseudoniem, zegt hij: de vrouwen hadden vele grieven tegen de socialistische samenleving, dus dat was nog niet helemaal gelukt. En pas in de 24e eeuw, dus jullie hoeven nog niks te doen, de 24e eeuw is er een bloedeloze opstand van vrouwen. En dan pas gaf men gehoor aan de grieven van de vrouwen. Dus het is allemaal nog niet af, die socialistische revolutie. Het duurt nog wel even. En dan in Nederland in 2500, zo heet het werkje, dan pas tegen het einde, dan hebben wij vrouwen het goed voor elkaar. Dus dat is eigenlijk de tweede ontwikkeling. Dus de eerste, hè, die een beetje de Franse revolutie, de opkomst van die super optimistische toekomstbeelden. Het gebruik daarvan in de socialistische literatuur. En dan krijgen we, want jullie dachten toch niet dat we alleen maar gingen dromen over de toekomst, maar krijgen we ook een beetje de ongezellige, een beetje de dystopische-achtige werken. En dat is eigenlijk de derde en laatste ontwikkeling die ik bespreek, voordat ik nog wat andere leuke dingen heb, hoor. Namelijk kritiek op die positieve toekomstbeelden en de opkomst van pessimistische toekomstbeelden. Want een heleboel schrijvers die ergeren zich ook nogal aan die socialistische literatuur, want het gaat heel veel over die revolutie en zij geloven daar natuurlijk niet in. Er zijn veel conservatieve krachten ook, katholieke schrijvers die in de pen klimmen en die zeggen: nou, die revolutie is mislukken en Nederland in het jaar 2000 of 2100 die heeft sowieso een mislukte revolutie meegemaakt. En daarna herstelt, godzijdank, de boel zich weer. En een erg leuk voorbeeld daarvan is een Vlaamse schrijver. En die blikt ook flink vooruit. Het gaat niet over dat andere verhaal van de 24e eeuw, de bloedeloze opstand. Maar deze katholieke, conservatieve schrijver, die zegt: de man wordt slachtoffer van vrouwenemancipatie in het jaar 2857. Dus nog langer niks te doen. Maar wat hij daar eigenlijk mee wil vertellen is natuurlijk: hij geeft kritiek op de vrouwenemancipatie die volop bezig is, hè, in die 19e en 20e eeuw. En hij ziet dat een beetje als het summum van het kwaad wat in zijn werk dus ook bestreden moet worden. Uiteindelijk komt het wel goed, hoor. Nou ja, niet voor ons vrouwen, maar volgens hem komt dat dan wel goed. Maar het gaat helemaal de verkeerde kant uit. Dit is een beetje mijn favoriete boekje uit die tijd. En dat is een kritiek op die socialisten. Dat is De Toekomststaat. En ik kan het straks ook even laten zien. Ik heb namelijk een facsimile, dus ik heb een nep variant hiervan. Het is een stripboekje, een satirisch stripverhaal, want dat zie je ook de opkomst. Hij wordt wel de eerste striptekenaar ook gezien van Nederland. Corporaal Achilles, dat is een pseudoniem voor Nuyens. En hij schrijft een heel leuk stripverhaaltje waarin hij de Toekomststaat een nachtmerrie vindt. En het gaat eigenlijk over Ferdinand Domina Nieuwenhuis, de bekende voorman van de socialisten. En daar verhaspelt hij de naam een beetje, maar iedereen weet donders goed dat het gaat over Nieuwenhuis. En het gaat helemaal mis. Samen met Wilhelmina Drucker gaan zij een revolutie uitroepen. Zij gaan op Urk. Gaan zij in de buurt van Urk, breekt een eiland los. Dat mogen de socialisten gebruiken als experimenteerruimte, zeg maar. Dat wordt Nieuw Urk genoemd. En op Nieuw Urk gaan alle revolutionairen wonen. Maar zoals jullie allemaal weten, revolutionairen krijgen altijd ruzie met elkaar. En de hele boel dondert in elkaar, krijgen ruzie. En het is klaar met de revolutie. En aan het einde van het stripboek is het afgelopen met de socialisten. En dat is dus De Toekomststaat, een nachtmerrie. En hiermee geeft hij kritiek natuurlijk op die andere toekomstvoorbeelden. Dus de happy ending is: alles keert weer terug naar het normale. Dus ook hier weer voel je gewoon de kritieken op de huidige situatie verpakt in een toekomstroman. We zitten zo begin 20e eeuw nu en zo rondom de revoluties. En de Eerste Wereldoorlog doet zich natuurlijk aan tussen 1914 en 1918. En wat ik verwachtte was dat in een aantal van die werkjes, dat daar
in de voorspellingen. Dat daar oorlog een hele grote rol zou spelen. Dus dat er gewoon Tweede Wereldoorlog en Derde Wereldoorlog enzovoort voorspeld worden. Dat gebeurt ook wel, maar ik vind dat er verrassend weinig over oorlog gefilosofeerd wordt. Dus kennelijk, in die periode zijn er wel negatieve boeken en kritische toekomstvoorspellingen. Maar dat hangt meer af van de ideologieën die in de jaren 20 en 30 opkomen. En ook de sociale en de technische ontwikkelingen. Dus wat je dan ziet, en dat zal jullie helemaal niet verbazen, is dat een heleboel van die toekomstvoorspellingen gaan over totalitaire staten. Dus een heleboel van die werkjes zijn een kritiek op het communisme, een kritiek op het fascisme. En nou ja, de meest bekende 1984, die natuurlijk in 1948, 1949 verschijnt, is een mooi voorbeeld van. Aldous Huxley, Brave New World, is daar ook een mooi voorbeeld van. En het einde van deze ontwikkeling leg ik eigenlijk bij de Tweede Wereldoorlog. Dus we hebben nu drie momenten gezien waarop dat genre eigenlijk een beetje verandert. En dan wordt de toekomst eigenlijk een serieus literair genre. En ik zou nog een hele avond over science fiction en alles wat er na de Tweede Wereldoorlog komt kunnen bespreken. Maar dat is eigenlijk die ontwikkeling die ik zie. Ik wil ook nog even met jullie fantaseren in beeld. Want ik heb nu heel veel literaire werken besproken. Maar ik wil ook terugkeren naar die beelden die jullie aan het begin ook zagen. En ook hier, er komen allerlei onderwerpen voorbij in die toekomstromans. Maar wat mij het meest fascineert zijn de ideeën over hoe wij ons verplaatsen in de toekomst. Dus nou, vliegen noemde u al. Maar ook hoe wij communiceren met elkaar. Want daar wordt heel veel over gesproken in die toekomstromans. En dat doe ik aan de hand van afbeeldingen. En dat zijn afbeeldingen uit 1900, ongeveer 1900. Dat zijn van Franse tekenaars. En nou ja, iedereen vanaf de komst van de luchtballon tot aan de eerste vliegtuigen was alleen maar bezig met, wauw, we gaan vliegen. Dus hoe verplaatsen we onze toekomst in al die romannetjes en in de kunst uit die tijd, de pentekeningen. De tekeningen die je bij een chocoladedoosje kreeg, want daar waren ze ook vaak voor bedoeld, gaat over vliegen. Dus vliegen erop los. Dit is een schilderij van de eerste luchtballon die opgelaten wordt in Den Haag. Maar het gaat echt, ze verzinnen alles. Dus zo natuurlijk, je gaat eventjes gewoon een wijntje drinken. Peter T. Post, eat your heart out. Hè? Gewoon met een vliegtuig de post laten bezorgen. Dit is van komt van een Duitse chocoladeverpakking. Ook gewoon, hupsakee, je gaat je pizza's bezorgen, je spullen, het gaat er allemaal in. Vliegen gebruiken we natuurlijk ook om ontdekkingsreizigertje te spelen. Het kolonialisme is rond 1900 nog springlevend. Het is een drukte van je welste. Dit is Robida, ook een hele mooie tekenaar die rond 1900 ook laat zien dat het wel een klein beetje chaos is. Je kan hier bij je restaurant wegvliegen en iedereen heeft zijn eigen bolide. Mensen stappen hier op. Totale chaos. Ook weer hè, dat jaar 2000. Zijn hartstikke gefascineerd met, nou, dat gebeurt allemaal in het jaar 2000. Dan is het allemaal aan de hand. En logischerwijs, als dit de chaos is, als iedereen gaat vliegen, heb je ook politieagenten nodig. Dus die heb je ook vliegend natuurlijk. En je hebt ook douaniers, die vliegen ook. En natuurlijk heb je ook brandweerlieden die vliegen, superhandig. We hebben nu drones om dat te doen, maar ze dachten gewoon, ja, we gaan dat zelf blussen. En dat vliegen, dat kom je continu tegen als ja, fascinatie bij mensen. Dus dit is wel heel extreem uitgewerkt dat alles en iedereen maar moet gaan vliegen. Maar ook bij Back to the Future natuurlijk zien we een snelweg waarbij, ja, het is een beetje chaotisch lijkt mij, maar op de snelweg wordt er gevlogen. En ook ja, in de stad zelf vliegt iedereen op los. Dus dat vliegen, bedoel, ik had ook nog een hele verzameling kunnen laten zien van dat we onder water van alles doen. Daar zag je in het begin al dat cricket spelen. Daar is ook nou ja, van alles bij verzonnen. Maar dat is wel een belangrijk thema in die toekomstromans. En vooral ook de visuele ondersteuning. Het tweede thema wat ik visueel wil ondersteunen, onderbouwen, is communiceren. En dat is ook iets ja, waar mensen eind 19e eeuw hartstikke enthousiast van raken. Hebben met uitvinding ook van de telegraaf en de telefonie.
En daar zie je heel mooi dat mensen ook het heel moeilijk vinden om de toekomst te voorspellen. En soms ook onderschatten hoe groot een verandering kan zijn. Dus dit zijn nog een beetje de ouderwetse voorspellingen. Alsof wij dit in het jaar 2000 nog doen. Hè? Met zo'n draad eraan. En hier krijg je een fonografisch bericht binnen op een dienblaadje. Nou, dan zaten ze toch lekker naast. Want zo is het niet meer. Waar ze wel over droomden, was videotelefonie. En dat zie je, dat is mijn lievelings. Dat is hartstikke mooi hier. Hoe Skype eigenlijk uitgelegd wordt in het jaar, rond het jaar 1900. En in het jaar 1930, dus zijn we 30 jaar later, dan zijn er al wat ontwikkelingen. Heb je dit soort afbeeldingen? Nou, dit is toch net alsof je gewoon hier naar buiten gaat kijken en dan iedereen op zijn telefoontje ziet. En mensen praten niet meer met elkaar natuurlijk. En er werd ook toen al voor gewaarschuwd van, ja, hoe moet dat nou straks als iedereen op zijn eigen schermpje zit te kijken. In 1930, Duitse tijdschrift, werd dit al voorspeld. En ook weer mijn lievelingsfilm Back to the Future. Ja, dat zie je eigenlijk ook, hè, dat Skype voorspeld wordt. Hij is hier aan het bellen met een collega van hem. Maar dat de mensen dus ook flink naast zitten, dat zei ik al met die telefoon, gebeurt ook in Back to the Future. Er zit audio bij dit fragment, niet schrikken. Er komt een moment dat de hoofdpersoon ontslagen wordt en dat ziet er zo uit. Nou, dat doet geen. You're fired. Dus het is 2015, er zijn Skype-schermen en allemaal hele hippe dingen, maar hij heeft nog wel 3 faxen aan de muur. Die hing aan die fax, is er ook niet helemaal meer in beeld. Ja, we wisten zij dat we ons de hele dag een slag in de ronde e-mailen. Telefonie, video telefonie en dan natuurlijk de grote revolutie, de mobiele telefonie. Giet Titulaar, die had daar al een beetje van gedroomd. Komt ie. Ja. Nee, dat klopt. Nee, dat is goed. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Oké. Okay. Ik weet niet, godsnaam, wat voor telefoongesprek het was. Dit was een grapje. Dit was een 1 april grap. Het ging erover dat de PTT Post natuurlijk, ja, die zijn in de landen. Die moeten natuurlijk ook bereikbaar zijn. Dus vandaar dat ze dit bakbeest op die fiets hadden bevestigd. Je ziet hem, het gaat voor geen meter. Hè. Die Giet probeert te fietsen, maar het fietst niet lekker. En in dat videootje legt hij dan uit van, nou, dat moeten we natuurlijk testen. En jullie kunnen proefpersoon zijn. We zoeken 20 mensen of 50 mensen die een half jaar lang deze fiets willen testen. Er stond ook een adres in beeld. En ze hebben vast mensen zijn ingetrapt en die hebben geschreven van, ik wil zo'n fiets wel testen. En dat was bedoeld als 1 april grap. Wist Giet Titulaar veel dat wij natuurlijk massaal aan de mobiele telefoon gegaan zijn en dat dat zo'n groot succes geworden is. Dus soms is zo'n grap of een voorspelling is veel te voorzichtig en soms vliegen ze gigantisch de bocht uit. Bij de mobiele telefoon, nou dan moet ik ook wel dit video laten zien, ik denk dat jullie hem ook wel kennen misschien, uit 1999 waarbij Frans Promet aan mensen op straat vraagt, wilt u nou een mobiele telefoon, meneer? Heeft u er nou een mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er net niet van in. U ziet er net niet van? Absoluut niet. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Dan ben je op dat fietsen en dan word je gebeld. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Ben je aan het fietsen weer gebeld? En ik heb toch een antwoordapparaat en ik hoef toch niet gebeld te worden? Het is 1999 en ik als historica vind het een fantastisch voorbeeld. Dat er nu dus ongetwijfeld ook ontwikkelingen zijn waarvan wij denken, ja, dat zal zo vaak niet lopen. Of je verwacht er veel te veel van. En dat we over 5 jaar of 10 jaar, misschien langer, terugkijken en weer denken, oh ja, dat hebben we toch wel onderschat met die techniek. Dus dat zijn een beetje die ontwikkeling natuurlijk van communicatie. Ik kan er nog veel meer noemen, ga ik niet doen. Maar ik wil wel ook nog het nadeel van al die communicatie noemen. Dat is natuurlijk ook een probleem uit onze huidige tijd. En dat zie je ook in die toekomstromans terug. Eerst zijn ze heel positief. Dus dit is een soort van, wauw, we hebben röntgenstraling. En dan kunnen we door de muren heen kijken. En dan kunnen we zien wat mensen doen. En dan kunnen we boeven vangen. Maar jullie voelen natuurlijk al aankomen dat de 20e eeuw ook bij die toekomstromans juist dat
continue bespioneren en afluisteren, dat dat het grote gevaar is wat zich aandient. En een Nederlandse toekomstroman daarover van Maurits Dekker gaat over het jaar 3100. Dan hebben we wel een Verenigde Staten van Europa. Nou, laat het Thierry Baudet niet horen dat de Verenigde Staten van Europa dan nog bestaan in 3100. Maar via luister- en beeldapparaten is er een constante controle van het openbare en private leven. En de bekendere natuurlijk is 1984. Waarbij het scherm in je huis hangt en dat scherm dat ziet jou en dat luistert je af. Dat was dus ook een beetje pijnlijk voor Samsung recent. Toen bekend werd dat de intelligente tv's van Samsung jou ook eigenlijk stiekem aan het afluisteren waren. Of dat in ieder geval konden. Dus het Big Brother's Watching You is natuurlijk dat nadeel van die communicatie. We hebben van alles voorbij gekomen. De ontwikkeling eigenlijk, hoe die toekomstroman populair geworden is. Wat visuele ondersteuning hebben we net gehad. Jullie zitten hier hartstikke comfortabel, maar toekomst voorspellen is moeilijk. En dat wil ik dus ook met jullie doen. En ik wil dat jullie even meedoen, tot slot. Namelijk, hoe denkt u over de toekomst? Hè? Het is hartstikke moeilijk als je het concreet moet maken. Misschien even een om erin te komen een vraag. Een quote van Arthur Schopenhauer, niet de gezelligste onder ons. Wie van jullie zegt, het ergste moet nog komen? Hand omhoog. Nou, een paar mensen zeggen, het ergste moet nog komen. U zegt natuurlijk, het ergste moet nog komen. U zegt, laat maar komen die komende 1000 jaar. Ja. Dat was even om erin te komen. Maar nu gaan we concreet de toekomst voorspellen. Dat zal niet gaan over vliegen en over telefoons enzovoort. Maar dat gaat over bijvoorbeeld het volgende vraagstuk. En laten we zeggen over 10 jaar. Gebeurt het dan, dit haal ik uit Black Mirror, Netflix. Hè, mensen lezen geen boeken meer, kijken Netflix. Dus ik heb het even hieruit gehaald. In deze aflevering van Black Mirror gebeurt het dat een vrouw continu iedereen die ze tegenkomt een beoordeling moet geven. Dus de jongen die koffie voor haar zet, tot aan haar vrienden, tot aan iedereen. De hele dag door ben je sterren aan het geven. En ik kan ook de hele tijd zien hoeveel punten jullie hebben. Dus van iedereen in de zaal kan ik dan zien met mijn soort Google Glass en met mijn telefoontje. Oh, daar zit een 5 uit 5. Oeh, er zit een 2,5 uit 5. Hé, hey, daar zit ook een 4 uit 5. Maar ik moet jullie ook continu beoordelen. Dus ik zou vanavond, door jullie allemaal natuurlijk beoordeeld kunnen worden. Nou, ik knijp me natuurlijk enorm als dat gebeurt. Maar dat gaan we doen. Binnen 10 jaar zijn jullie allemaal dat aan het doen. Wie denkt er, ja, binnen 10 jaar is het zo dat wij inderdaad elkaar continu beoordelingen geven. Nou, toch best wel wat mensen. Dit wordt gefilmd vanavond, hè? Ze kunnen terugkijken over 10 jaar. En kunnen gewoon zeggen, en dan kunnen mensen zelf genoegzaam zeggen van, nou, dat is goed. Of zeg, ik zat er toch ontzettend naast. Over 20 jaar dan, we gaan eentje verder. Wie houdt er wel van een lekker lapje vlees? Wanneer? Over 20 jaar wordt de volgende. Ja. Over 20 jaar bestaat er alleen nog kweekvlees. Dus of mensen eten geen vlees meer, of ze eten alleen nog maar kweekvlees. Wie zegt er ja, over 20 jaar is dat zo? Er zijn alleen al meer mensen. Ja. Dan gaan we nog even verder toekomst in. Over 30 jaar, 2047, worden er kinderen geboren uit een kunstmatige baarmoeder? Hè, deze video hebben jullie misschien wel gezien. Een lammetje wat nog 8 weken moest, is in een kunstmatige baarmoeder die laatste 8 weken goed doorgekomen. Dat is bij een aantal lammetjes gebeurd. Wie denkt er dat binnen over 30 jaar dat het mogelijk zou kunnen zijn dat er kinderen uit een kunstmatige baarmoeder? Nou, dat zijn bijna heel veel mensen. Zie je hoe verder het is, hoe makkelijk het wordt, hè? Zo van, 30 jaar, dat kan wel. Ja. Wordt ook in Brave New World trouwens genoemd, dat voorbeeld. En dan, over 40 jaar, zijn robots gelijk aan mensen. We hebben al iemand met een paspoort, Saudi-Arabië heeft een paspoort gegeven aan een robot recent. Dus over 40 jaar zijn robots gelijk aan mensen. Zelfde, bijna genoeg dezelfde. 1 iemand? 2? Oh, hier nog een paar. 40 jaar, robots gelijk aan mensen. Wie heeft er geen enkele keer zijn hand opgestoken? Oh ja. U denkt, het gaat zo vaak niet lopen. Nog zien.
Nou, deze vragen, niet precies deze vragen, ik heb deze verzonnen, maar soortgelijke vragen zijn ook in de Nationale Toekomstmonitor gesteld, vorig jaar. Ja, je hebt overal een monitor voor tegenwoordig. En daar werd gevraagd over het jaartal 2050. En een grote meerderheid van die respondenten zei, ik denk dat ze in 2050 niet meer van papier lezen. Nou ja, de dood van het boek is al heel vaak aangekondigd aan mensen. Dat we op afstand communiceren via levensechte hologrammen. Skype vinden we te saai met een hologram. Dat we kweekvlees eten, denken veel mensen. Dat we zelfvoorzienende huizen bewonen. Dat vind ik ook niet zo heel spannend misschien. En worden verzorgd door slimme robots. Nou, ik leg jullie natuurlijk ook wel iets heftigere optie voor. Moeilijk, hè? Toekomst voorspellen. Misschien als je er zelf wat over gaat schrijven, dan kan je er allemaal mits en maren in doen en voetnoten. En zeggen, nou, alleen als het zo gaat en als de wetgeving ineens zit. Conclusie, hoe zijn we dus in die ban van de toekomst geraakt? Onthoud van deze lezing dat we dat eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang doen. Dat we voorheen echt veel meer gericht waren naar het verleden. Daar ook legitimatie van ons gezag vandaan haalden. We hadden het continu over het verleden. Dus ook heel belangrijk welke stamboom en welke afkomst je had enzovoort. En dat we vanaf die Franse revolutie veel meer ons bezig gaan houden met hoe ziet die toekomst eruit. Welke invloed hebben wij daar zelf ook op? Hoe kunnen we die vorm geven, die toekomst? Past heel erg bij de politieke ideologieën van de 19e en de 20e eeuw. Dat toekomst voorspellen ontzettend moeilijk is, mag je ook onthouden. Dat hebben jullie net ook gemerkt. Dat heel veel voorspellingen op naast zaten. Maar dat het ook niet echt de bedoeling was van vanavond om af te vinken van haha, daar zaten ze naast en dit zaten ze flink naast. Want die voorspellingen die zeggen ons heel veel over de tijd waarin ze geschreven zijn. De verwachtingen, de angsten die er leefden. En ook de kritiek op het politieke systeem eigenlijk van die tijd. Dus dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen over de toekomstvoorspellingen. PS, mocht je toch nu het heilige vuur gekregen hebben en denk ik ga zelf eens een keer zo'n werkje schrijven over misschien een jaartal, over 20 jaar of 50 jaar. Doe dan één ding nooit en dat is waag je nooit aan modevoorspellingen. Want dan zit je er gegarandeerd naast. Kijk maar, 1893, Future Dictates of Fashion, helemaal rechts, de mode uit 1993. Nou, tenzij je Jean-Paul Gaultier heet, waarbij je modellen inderdaad op het podium zet die er zo uitzien, klopt dat bijna altijd. Niet, kijk maar, dit is wat ze in 1993 aan hadden. Dus mocht je nu iets gaan schrijven, in ieder geval geen modevoorspelling meer. Bedankt.